combinatiefunctionaris bij de gemeente Venlo. Die zorgt ervoor dat in het basisonderwijs alles wat betrekking heeft op sport en bewegen, dat wordt aangepakt. Dan moet je denken aan het bewegingsonderwijs, echt in de gymzaal, maar ook daarbuiten. Denk aan het schoolplein. Kinderen die motorisch een achterstand hebben, die brengen wij in beeld en die remediëren wij. En zo proberen we de kwaliteit van dat bewegen, proberen we samen met een contactpersoon op school op een hoog niveau te krijgen. Ik ben vakdocent de basisschool De Meulen, dat is een voortgangsschool. En daarbij heb ik dus heel veel contact met mensen van de gemeente, sportconsulenten. Binnen de gymzaal heb ik heel veel hulp van ze. Daar waar ik vragen heb of waar dingen voor mij onduidelijk zijn, kan ik altijd bij hun terecht. Ook als ik materialen tekort kom of dat soort dingen, dan zijn ze voor mij altijd een vraagbaak. Samen met ons team zijn we eigenlijk verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs van Stichting Fortschul, Stichting Akkoord en Stichting Kerelbij. Wij proberen bij alle onderwijsstichtingen proberen wij de methode van Van Gelder te implementeren. Ze leren alle leerlijnen, dat leren de kinderen. En daarna zijn ze heel erg actief aan het bewegen. Ze staan eigenlijk niet stil en dat is bij de methode van Van Gelder ook erg belangrijk. Het kind heeft er heel veel voordeel aan dat de kennis die ze hebben, de materialen die ze hebben, hun alleen maar kunnen helpen bij hun groei op sportgebied, maar ook op buitenspelgebied. Klopt, ja, ook wat we op schoolpleinen doen, proberen we toch ook de spelmogelijkheden zo uitdagend mogelijk te maken. Zodat kinderen ook echt in beweging komen op het schoolplein. En niet op een bankje gaan zitten en niet weten wat ze kunnen doen, want dat kom je tegenwoordig ook nog wel eens tegen. Dat ze gewoon, ja, wat moet ik dan doen? Ja, dat weten ze niet meer, omdat ze gewoon te weinig buiten spelen. Ze hebben zelf geen fantasievermogen om zichzelf in beweging te krijgen. Dus daar moeten we ze bij helpen. Ja, wij hebben een pas aangepast schoolplein van een jaar of drie geleden. Toch net wat extra dingen nodig. En de combinatiefunctionaris is met het voorstel gekomen om een combinatie met pleinplakkers het plein nog te verfraaien. Er zijn extra speelmogelijkheden gecreëerd. De combinatiefunctionaris heeft er ook een mooie instructie daarvoor verzorgd voor de kinderen. Van, hey, wat kun je met deze materialen, wat kun je met deze pleinplakkers? Een beweegvriendelijk schoolplein is belangrijk. Het voorkomt bewegingsarmoede. Kinderen worden uitgedaagd om te gaan bewegen, om te gaan spelen. En verhoogt de concentratie en het voorkomt eventuele ruzies en conflicten. Door goed te bewegen is door de dag heen hun concentratie ook gewoon heel veel beter. Bewegers kunnen zich uiteindelijk ook op schoolwerk beter concentreren. In het team onderwijs bieden wij MRT aan. MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. Wij screenen de kinderen in het basisonderwijs groep 2 of 3 en indien nodig draaien we een blok MRT om deze kinderen die motorisch minder begaafd zijn bij te spijkeren. De reguliere onderwijsprogramma zit het gewoon niet meer ingebakken. Met verder verleden waar staat nog meer ruimte voor. Dit is eigenlijk een hele mooie manier om toch in ieder geval even alle kinderen in beeld te krijgen en van daaruit de goede dingen te doen. Dus bevalt heel goed, moet ik zeggen. Bij deze lessen worden ze geweldig uitgedaagd. Goede kinderen die goed bewegen, kinderen die minder goed bewegen. Jullie weten steeds het volgende stapje te bereiken. Kinderen zijn enthousiast. Kinderen hebben rode wangen als ze klaar zijn met gymmen. Ze zijn intensief bezig. Het is een geweldige manier dit. En daar zouden we heel graag mee door willen gaan. De meerwaarde van de vakdocent kunnen wij. Wij samen, ja. Denk ik. Er wordt meer gekeken naar het individuele kind, naar de vaardigheden van de individuele leerling en daar wordt nog op aangesloten. Een vakdocent weet meestal meer over de leerlijnen en de doorgaande lijnen binnen de verschillende onderdelen tijdens de gymles. Zelf heb ik dan wel de gymbevoegdheid gehaald, maar het is altijd fijn om dan toch eventjes te sparren over wat er dan bij een kind beter kan of anders kan. En zeker qua beweging bij een kind wat het misschien niet zo goed kan. Ik vind het ook fijn dat een vakdocent heeft net wat meer kennis of net wat meer ideetjes. Die kan
bepaalde technieken nog uitbreiden of op een andere manier aanbieden. En ik vind het fijn dat je met meerdere mensen in de gymzaal bent, zodat je ook een groepje kunt begeleiden. En dan ook eens intensiever met kinderen bezig bent. En dus ook iedereen hebt gezien in de gymles. En niet dat je een groepje alleen moet laten. Oké. Okay. Ook dat we zelf ook steeds enthousiaster worden in het geven van gymlessen. Goed, ja, wij hebben hier bij ons op school, op de Willy Brouwerschool, op een drietal verschillende manieren ervaring opgedaan met de combinatiefunctie. En daar zullen we heel tevreden over zijn. Nou, ik wil de oproep doen naar scholen om hun schooldag dynamischer in te richten. Denk daarbij aan het bewegend leren in de rekenles, in de taalles. We hebben genoeg ideeën daarover, dus ga het gesprek eens aan met een combinatiefunctionaris, zou ik zeggen.